Een relatie. Een relatie met de fan is het allerbelangrijkste wat er is. Als je die niet hebt, ga je dood. Profielen zijn dus het belangrijkste. Hoe beter ik eigenlijk dat 360 graden profiel van die klant in kaart heb, des te beter ik eigenlijk kan verzinnen welke content ik moet maken om die relatie te behouden. Uitdagingen. En prioriteit. Management. De allergrootste uitdaging in een organisatie is de eigenaar van het bedrijf, de raad van bestuur of de directie. Die moeten snappen wat het hogere doel is van een digitale strategie. En een digitale strategie is integraal onderdeel van je bedrijfsvoering. Als je dat niet doet, krijg je gewoon het TCA en Uber effect. Dat is daar wat er gebeurd is. TCA had gewoon veel verder kunnen zijn dan Uber. Gewoon een hele dikke app maken. En gewoon voorzien in die regels en wetten die ontstaan zijn binnen de digitale wereld. Zouden elke plek, zouden de meeste auto's, gaan zomaar door. Alleen ja, ze dachten, we hoeven niks. Denk als een platform. Je bent eigenlijk een virtueel platform. Met een website, je doet iets met een nieuwsbrief, je hebt sociale kanalen, misschien heb je een shop, je hebt een app, je hebt misschien wat messaging services, zoals WhatsApp bijvoorbeeld, of Facebook Messenger. Maar denk als een platform. En die klant die bepaalt zelf wel in welke abstracte hokjes die beweegt. Sommige zitten in allemaal, sommige zitten in twee, sommige zitten in vier. Maar dat maakt eigenlijk hoe je aan de gang gaat. Maar denk in een platform. Namelijk, dan kun je namelijk ook groepen maken. En als je groepen maakt, kun je daar weer de content bij zoeken. Doelen en doelstellingen. Komen we nog een keertje. Die doelen en doelstellingen is dus eigenlijk je businessmodel aanpassen. Digital first is je doel. De waardepropositie, content is een relatie, relatie informatie. Oftewel, je intellectueel eigendom is data. Dat is wat je doet. Daarin werk je met mensen samen, toeleveranciers. Heb je activiteiten, heb je eventueel mensen. En dat is de kostenkant van het verhaal in je businessmodel. Aan de andere kant ontwikkel je relaties, distributiekanalen en ben je in segmenten aanwezig. En daar ontstaan verdienmodellen. En hier staat het antwoord wat ik in 2008 nodig had. Wij dachten vanuit een verdienmodel. Nou, dat moet organisaties bekend voorkomen. Er wordt namelijk gevraagd, hoeveel verkopen wij? Dat werd mij ook gevraagd, hoeveel gaan we dan verkopen? Hoeveel tickets verkopen wij dan, Dennis, met dat verhaal van jou? En iedere keer als ik bij een entertainmentorganisatie begin, krijg ik dit verhaal. Ik zeg, naast dat ik help om dat ticketproces te optimaliseren, daar heb ik nog wat voorbeelden van, zorg ik er ook voor dat ik de kostenkant meteen aanraak. En buiten dat, in het midden, raak ik de equitykant van je bedrijf aan. Ik ben niet alleen aan de verdienkant voor je bezig, ik ben aan het optimaliseren. En ik raak je bedrijfswaarde aan. Dat is de digitale strategie. Elk businessmodel of elke organisatie wordt dus een digitaal businessmodel. En dan kom je die doelen, die waar we het net over hadden. Die vijf doelstellingen. Merkwaarde, merkreputatie, efficiëntie aan de achterkant van de marketing, versnelling van bestaande verdienmodellen en activering van nieuwe verdienmodellen. Dat is wat er ontstaat. En dan ontstaat dus jouw business framework. En met het business framework kan je dus eigenlijk metrics, hè, getallen zoeken die je daarbij helpen. Waar wil je op sturen? Nou, de potentiële waarde van de database kan een mooi doel zijn om op te sturen. Ja, als je 300.000 e-mailadressen aan iemand anders geeft en die krijg je niet terug, vernietig je dus meteen bedrijfswaarde. Best een ding. Verbinden met de doelgroep. Ja, als ik dus alleen maar aan het zenden ben en ik ben niet aan het verbinden, na verloop van tijd verlies ik de mensen. Ja, zo kun je eigenlijk naar allerlei metrics kijken. Die metrics die ga ik bij de volgende masterclass doornemen om te laten zien welke metrics dat dan zijn en waar je op stuurt. Maar dit is eigenlijk je hele business. Deze kun je indexeren. Je kunt elke dag kijken of je een beetje meer of een beetje minder scoort.
En dan wordt het wel heel simpel om je bedrijf ineens in de gaten te houden. Wat je moet doen, is dus eigenlijk een roadmap uitschrijven over in hoeveel tijd wil ik nou die fases bereiken. Volgende masterclass geef ik een diepte in deze roadmap.